En fijn, en dan vanochtend drak het over, dan ben ik mee begonnen, lag er een briefje in de bus, nog heel lang verlopen. Dan moest ik bij de Kamer van Koophandel komen, in Middelbaar. Oh mensen, ik hoop dat je daarvoor gespaard wordt hoor. Oh, en fijn, ik kom er daar binnen. Ik had een brief, ik moest komen. Mooi bureau. Oh, kunnen ze wat doen, maar ze trekken wel geld van ons, weet je. En fijn, hij zei, ben u van Bijls? Ik zei, ja, ik ben van Bijls, hè. En uw vrouw, ik zei, is ook een van Bijls, hè. Ik zei, nou, het weten wil al, die huis ben ook van Bijlsetjes. Hé, hoe kan je dat nou toch vragen? Ik zei, van Bijls, je bent een winkeltje begonnen in Vees. Ik zei, ja, ik moet er heten. Ik moet er aan mijn kostjes zien te komen. Ik zei, hé, dan papieren. Ik zei, moet ik anders mijn vis inpakken. Ik zei, nee, dan zou ik je toch even moeten testen. Ik zei, je bedoelt zeker pesten. Ik zei, nee, we moeten even van hun, van voren en van hun, hè. Ik zei, van Bijls, hoe was het op school? Ik zei, oh, ze was een stuk gek op me. De ene meester zei, klein nog niet ga. En de andere zei, bloed een manjetje zit, hè. Ik zei, nee, dat ging goed, hoor. Ik zei, ben je op de GBS geweest? Ik zei, wat zei je? Op de GBS? Ja, hoor, oh man. Als je van school kwam, dan moest je mijn gorren gaan leuren. Je zei, wat weet je van wortel trekken? Ik zei, ik ben geen boer, hoor. Jij weet je het verschil tussen bruto en netto? Je zei, dat is tara. Ik zei, je zou tarrebot bedoelen. Het is toch zeker zo? Ik zei, nee, van Bijls, ik moet toch nog even verder vragen. Ik zei, maar hallo, maar gerust, jij niet benauwd te wezen voor een nare muur, want die kan rekenen, hoor. Optalen, aftrekken en vermenigvuldigen. Oh! Ik zei, we gaan toch verder. Je koopt 90 pond mossel. Ik zei, gooi me op de kar, hè. Ik zei, de eerste dag verkoop je 30 pond voor 75 cent. Ik zei, joh. En de tweede dag verkoop je nog 30 pond voor 65 cent, hè. En de derde dag verkoop je 20 pond of 25 pond voor 2 kwartjes. En dan heb je nog een klusje over de vierde dag en dan geef je aan je vrouw, hè. Ik zei, wat heb je dan verdiend? Ik zei, en draai je mijn oren. Zei, jij je vrouw toch geen mosselen voeren van 4 dagen hout? Ze zou er eigenlijk alleen schieten. Maar daar keek de vriend van op, hoor. Ik zei, van Baal, zei, er komt een vrouw in de winkel die vraagt om 35 gram vis. Wat doe je dan? Ik zei, dan vraag ik of de kat ziek is. 35 gram, maar ze is zo'n stikje. Je ziet daar niet lagen. Ik zei, nee, van Baal, zei, dat gaat niet goed. Ik zei, nee, dat gaat aardig goed, hoor. Ik zei, wat weet je van de geschiedenis? Ik weet toch wel eens. Ik zei, wat deed, moet ik even denken, hoor. Ik zei, wat denk, Lodewijk Napoleon om het continentale stelsel te verzachten. Ik zei, wie zei die? Die zei, ja, dat was van Lodewijk Napoleon, hoor, hè. Ik zei, hoor, ik ken een zolleperm, maar die... Die ken ik niet, hoor. Nee, hoor. En toen zei hij, biologisch, weet je dan wat van je vak? Zeg, ik weet alles. Die zei, wat weet je van het liefdesleven van de kabeljauw? Ik zei, zal ik je wat vertellen? Als je bij mij in de winkel laat, dan is het met het liefdesleven. Ja, die mensen die brengen de kinderen mee, weer dat hem dinken. En als je wat wil, slang zo stik het dood. Hij zei, van Bijls, waarom zinkt een vis niet in het water? Ik zei, dat geen vogeltjes. Ja, ik krijg ook een beetje de pest in, hoor, maar heus weet je. Ik zei, van Bijls, spijt me, maar je mag huidverkoop houden, maar dan zou je moeten gaan studeren. En dan zullen we maar weer eens zien. Ik zei, dan moet je eens even luisteren, meneer. Ik zeg, ik verkoop geen rommel, ik kan er rekenen, ik kan alles, en dan zal ik eens even laten zien. En als mijn vis niet deugt, je als deskunde, hè, ik zei, ik pres natuurlijk een beetje, je moet dan zeggen of mijn visje goed is of niet goed is. Ik zeg, meneer, ik heb hier een pracht van een bokkes meegebracht. En als mijn bokkes nog niet deugt, dan heb mijn winkeltje dicht. Maar als mijn weer goed is, dan heb mijn winkeltje blijft gewoon open. Oh, en hem kieken en hem voelen, ik zeg, ja. Ik zei, inderdaad. Ik zei, het is een mooie bokkum. Van je bokkum kan ik niet zeggen. Ik zei, hekken waar, maar het is een makreel.